Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we maandag 30 december. Vandaag ga ik wat werken, want ik ben bezig aan het nieuwe zij of haar magazine. Waar ik een klein beetje te laat aan begonnen ben. Dus er staat redelijk veel op mijn planning vandaag. Met mijn hostel zat ik redelijk dicht hier van dit park, La Villette. En blijkbaar is dat een Quinico Park. Maar ik dacht dat er daar niks te doen was, omdat er daar een circus tent stond. Zero Burger King. Ik had daar kunnen eten. En er is hier ook... Kijk, een Jardin de Dragon. Superleuk. Mezelf net... Mezelf net door een heel moeilijk stukje gevormd, namelijk mijn reisverslag van Parijs. Want ik ga namelijk in mijn editie van zij of haar alles vertellen over mijn Eurorail trip. En ik heb heel lang getwijfeld of ik Parijs erin zou meenemen of niet. Aangezien dat ik daar heel wat last heb gehad van de staking. En daardoor niet zo heel veel heb kunnen doen. Maar ik heb uiteindelijk toch besloten om hem mee te nemen. Ik vind er namelijk heel toffe foto's in zitten. En ook een paar leuke tips. Niet de ideale reisgids voor je normale bezoek aan Parijs. Maar misschien zijn er ook wel dingen in die je normaal niet zou doen. Nu is het tijd voor Milaan. Ik ben aan het schrijven naar Milaan. Ik heb dan net al 25-tal minuutjes gedaan. Nu ga ik even mijn benen strekken. En ik denk dat ik voor deze pauze kies voor wat exercise. Zo, nog één klein dingetje en dan gaan we terug aan de slag. Het is tijd voor mijn adventskalender. Ik ben die namelijk gisteren vergeten openen. Welke dag zijn we vandaag? Tijd voor vakje 9. Een kerstlee. Mijn zus is thuiskomen, daardoor ben ik al net iets te lang onproductief. Voor die pauze was ik bezig met Rome. Net mijn Rome stukje afgeschreven en nu is het echt al donker. Ik heb echt trouwens zo lang gedaan over mijn Rome stukje. Waarschijnlijk omdat ik steeds langer en langere pauzes nam, maar ook omdat ik heel wat te vertellen had over de Italiaanse stad. Het lukt niet meer zo om te schrijven en ik vermoed dat mijn zus toch elk moment kan thuiskomen. Dus dan kunnen we een koop gaan doen voor oudejaar. Het is tijd voor een boodschappenhaal. Ik heb namelijk boodschappen gedaan voor oudejaar en... Ik heb veggie tofu reepjes gekocht en veggie wok reepjes. Deze veggie worst natuur, super lekker. Van deze koffiekoeken met rozijnen, chocolade en croissants. Mini bouchetjes voor als aperitief. Crèmekes voor mijn zus, vanille en chocola. Eitjes voor mijn quiche. Appel voor mijn zus. Raspte kaas.
tomaten, paprika, aardjes en blik met wortel, ook voor mijn zus, maar met rusten. Tomatenblokjes en blik. Knoflook. Ja, alles valt. Worst voor mijn zus. Dragon. Recht dat ik morgen wil maken. En bloemkool. Tijd voor Jacques 2. In zak 2 zetten preien. Zachte pitvlees voor mijn zus. Kaas van de Aldi. Cartoons voor mijn zus. Die ik ga stelen. Zo van die pakjes kaassaus. Lente-uitjes, want die anderen niet in de korrels. Hoorntjes, want ze waren in reclame. Van die chocoladetabletjes. Van die grotere chocola, melkchocola. Worstjes voor mijn zus. Bio-rijstwafels, want die waren al hier op. Chocolademelk voor mijn zus. En een fles fruitsap voor morgen. Zo, dit was de extreem grote boodschappenhaul. Ik en mijn zus, dat is echt een slecht combo voor mijn buren, dus sorry. We kunnen nogal explosief zijn. Zeker als we samen zijn. Dan ga ik een trucje proberen. Appelazijn tegen stinkvoeten. Ik snap waarom dat werkt. Dus appelazijn overschaduwt enkel elke andere geur. Dat is echt verschrikkelijk. We kunnen beginnen met de laatste keer. En dit is de laatste keer in het jaar 2019 dat ik in mijn bed kruip. 10:30 en tijd om mijn boek Solo Reizen weg te leggen. En mijn snel kleiner wordend kaasje uit te blazen. Tot morgen voor de laatste dag van het jaar 2019. Doedels!